is de liefde. Dank u wel, meneer Baudet. Interruptie van de heer Wilders, PVV. Voorzitter, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hadden plaatsgevonden? Meneer Baudet. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets naar beneden gegaan op diezelfde dag. Dat gebeurde. Daarvoor hebben ze een uur lang rondgecirkeld. En dan nog even vlak voor de impact. Raampje naar beneden. Paspoort eruit gegooid. Raampje weer dicht. En erin gevlogen. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk. Ja. Dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal even geregeld zou hebben. En het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Helder, was nog een vraag over maanlanding. Ja. Ja, het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Ik ben er zelf niet opgekomen, zeg ik maar. Wilt u daar nog op reageren? Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha! Okay. Interessant. Dank. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik was er niet. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel. Ja, de heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Want ik zeg u, meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Helaas. Heeft 9-11 ook plaatsgevonden? Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Ja, nou, 9-11 heeft. Er zijn gebouwen neergestort op 9-11 en daar zijn mensen gestorven en dat is vreselijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Kort daarna is een wet ingediend, die lag kennelijk al klaar, van 1200 pagina's, de Patriot Act. Op grond daarvan heeft Amerika misdadige martelpraktijken gestart op Guantanamo Bay. In Abu Ghraib is 7 landen binnengevallen en heeft daar nog miljoenen doden gemaakt. Ook dat is afschuwelijk geweest. Dat is een van de grootste vergissingen geweest in de buitenlandse politiek. En ik schaam me dat Nederland die oorlogen gesteund heeft. Dank meneer Baudet. En dan geef ik tot slot nog het woord aan mevrouw Van der Plassen, BBB. En daarna gaan we schorsen voor het diner. Gaat dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Terug naar de realiteit, zou ik zeggen. Voorzitter, er wordt een jaarlijkse pleister ter waarde. En daarna schorsen we even heel kort. Ja. Ja. Na de heer Klaver. Gaat gewoon niet klaar. Ik zit nog te denken aan die 66 euro. Volgens mij meerdere mensen met mij. Misschien hebben we nog misschien een aardig dekkingsvoorstel voor al die plannen die we hier hebben. Het levert volgens mij aardig wat op. Voorzitter, vandaag spreek ik hier voor de 9e keer bij de politieke beschouwingen. En toch voelt het vandaag ook weer als de eerste keer. Want vandaag mag ik hier spreken mede namens de Partij van de Arbeid.
En het is een volgende belangrijke stap die wij zetten in de weg die we zijn ingeslagen om samen te werken. En dat zal misschien een klein beetje wennen zijn hier in het parlement. Meestal beginnen we het politieke jaar met nog een extra fractie. Maar nu zie je dat we hebben gezegd, wij gaan samen deze verkiezingen in en we gaan dan gelijk ook samen opereren als één fractie. En ik ben ongelooflijk trots en ik vind het heel eervol dat ik hier mag staan. En ik ben er vooral heel trots op dat we het met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Dat na jaren lauwe kopjes koffie drinken, dat gaat echt een keer vervelen, kan ik u zeggen. Deze partijen de moed hebben gehad om door te pakken. En te zeggen, er is iets wat van een groter belang is dan ons eigen politieke belang of alle individuele belangen van de mensen die bij deze partijen betrokken zijn. Wij willen dat er een doorbraak komt in Nederland. En het is ons gelukt. Terwijl heel veel mensen zeiden, dat gaat nooit gebeuren. Met andere woorden, het kon niet totdat we het deden. De heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter, zou ik de heer Klaver mogen vragen of hij er ook trots op is dat uw partijleider, de heer Timmermans, met wachtgeld campagne aan het voeren is? Heer Klaver. Ik verwacht dat mijn collega Timmermans de komende tijd, zeker van Geert Wilders en collega's ter rechterzijde van die Kamer, de maat zal worden genomen op allerlei mogelijke manieren. Dat is het lot wat hem nu ten deel zal vallen, een lot wat eerst Sigrid Kaag ten deel viel. En ik heb daar een mening over, ik vind dat niet juist, maar we leven in een vrij land en als u dat wil doen, moet u dat doen. Maar door over wachtgeld te beginnen, raakt u niet alleen Frans Timmermans. Zeker. Klopt. We zijn allemaal passanten hier in de politiek en velen van ons die hier zitten komen straks niet terug na de verkiezingen. Wachtgeld is bedacht, of nou leuk vinden of niet, dat als je stopt met je baan in de politiek, dat er een vangnet is. En door Frans Timmermans de maat te nemen, neemt u straks ook uw eigen collega's de maat. Want als mensen niet terugkeren bij u op de lijst, eist u dan dat ze hun wachtgeld niet accepteren? En van al die andere collega's die hier zitten, dus ik zou ze willen zeggen, wees voorzichtig met al dit soort politieke aanvallen, omdat ze namelijk niet Frans Timmermans beschadigen wat hij wil doen, maar de democratie uithollen. Nee, voorzitter, de heer Timmermans, ik vind het echt ook heel raar dat de Partij van de Arbeid zelf het woord niet voert, maar goed, dat moeten ze zelf weten. De heer Timmermans verdient 3 ton. 3 ton, dat is iets wat volgens mij 2-3 Kamerleden bij elkaar misschien nog net verdienen. En dat verdienen wij goed. Dus dat is een excessief salaris. En ik zie een brief van iemand in de krant, Telegraaf was het geloof ik, de heer Ton Hoogduin. Ik mag zijn naam noemen, want hij staat in een brief in de krant. En hij schrijft, nadat hij zelf is opgestapt als eurocommissaris, krijgt Frans Timmermans een idioot, riante wachtgeldregeling van de Europese Unie. Als een gewone arbeider zelf ontslag neemt, krijgt hij of zij geen uitkering. Timmermans, die vorig jaar nog een salarisverhoging kreeg gelijk aan een gemiddeld maandsalaris van een arbeider, houdt zich niet aan de socialistische beginselen, hoe hypocriet. En de meneer heeft natuurlijk gelijk. Als je 3 ton verdient, 3 ton, en je stapt niet over je schaduw heen en je zegt, nou, totdat ik dadelijk Kamerlid word. En of we nou leuk vinden of niet, als je nummer 1 staat op de Partij van Arbeid, maak je nog steeds een redelijke kans om gekozen te worden tot Kamerlid. Het is niet meer wat het was, maar je maakt nog steeds een redelijke kans. Dat hij dan niet de trots heeft, dat is ook het verschil met alle andere Kamerleden. Dat hij niet de trots heeft om te zeggen, ik verdien 3 ton. Ik heb jarenlang 2-3 ton verdiend. Ik ga nu voor die paar maanden, tot ik in december beëdigd word, ga ik gewoon, zonder wachtgeld van de belastingbetaler, ga ik gewoon door met mijn eigen geld om die paar maanden te overbruggen. Hij weet dat het maar een paar maanden zijn. Dit is toch nepsocialisme? Dit is toch de gewone arbeiders die niets krijgt en zelf met 3 ton jarenlang gekregen niet eens een paar maanden kan overbruggen? En vindt hij dat? Vindt u dat terecht? En zegt u dat ook namens al die achterban van u? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Heer Klaver. Voorzitter, ik blijf erbij. Er zijn hier straks heel veel mensen die wachtgeld krijgen. Uw eigen collega's. Die om allerlei redenen uit uw fractie zijn gestopt. De ene wat fraaier dan de ander. Die wachtgeld gebruikte. Als u vindt dat een politicus dat niet mag gebruiken. Of het nou gaat over als iemand wethouder is geweest in Rotterdam. Of als iemand hier Kamerlid is geweest of eurocommissaris. Kom met een voorstel om het af te schaffen. Heer Wilders. Voorzitter, ik zie dat de heer Klaver het verdedigt als een boer die kiespijn heeft. Het zit u niet lekker. U moet uw nieuwe partijleider hier verdedigen, maar u straalt uit met allemaal jijbakken dat u het ook niet lekker vindt. En ik zeg u net, die jijbak geldt niet op. Want de heer Timmermans weet al, ja, u kunt zenuwachtig staan lachen, maar heel veel mensen die dit zien, die vinden dit heel serieus.
die hebben, ik ben een arbeider, ik ben werk gewoon ergens bij een winkel, ik heb misschien Partij van de Arbeid of GroenLinks gestemd en ik verdien misschien 2.500 euro per maand. En als ik ontslag neem zelf, dan krijg ik niets. Dan krijg ik van het UWV het verhaal, u heeft ontslag genomen, meneer of mevrouw. U krijgt niets. U kunt naar de bijstand en u kunt uw huis opeten. Nou hebben we hier in één keer een Partij van de Arbeid lijsttrekker. Die weet, en dat is ook het verschil met alle andere Kamerleden, die weet dat die voor 99% kans hier op 6 december dit jaar weer wordt beëdigd als Kamerlid met het salaris wat erbij hoort. Die de afgelopen jaren tonnen heeft verdiend. De laatste moment zelfs 3 ton salaris per jaar heeft verdiend. En dan niet eens het beetje socialistische fatsoen in zijn pink heeft om te zeggen, die 3-4 maanden, vraag ik geen wachtgeld en ga ik het gewoon doen. Ik vind het een schande. Ik vind het een deconfiture van die hele Partij van de Arbeid achterban. En u verdedigt dat als een boer de kiespijn heeft. En ik zou u nog een keer willen vragen om een beroep te doen op de heer Timmermans. Want zo kan je toch geen campagne beginnen om te zeggen, lever dat in, dat wachtgeld. In december krijg je je salaris, nu niet doen. Je zet je partij, de Partij van de Arbeid, die vandaag niet eens meer het woord wil voeren, totaal verschut. Heer Klaver. Voorzitter, dat wij hier samen spreken is een teken van kracht. Dat op de allereerste keer. En ik zou het hier meer partijen toewensen, dat er beter wordt samengewerkt. Ten tweede, u kunt hier wel mij van alles gaan verweten bij een interruptie die is ingestuurd, zodat u daar straks een mooi filmpje van kan gaan knippen, dat ik hier allerlei jijbakken sta uit te delen. Maar ik probeer hier iets uit te leggen, ook wat een democratisch principe is. That's it. En ik ga Frans Timmermans helemaal niks vragen. Dus behalve dan, ga goed campagne voeren. Zorg ervoor dat we de grootste worden op 22 november. Dat verandering hier in Den Haag mogelijk wordt. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Kijk, wat Timmermans met zijn, of de heer Timmermans met zijn wachtgeld doet. Om te zorgen dat iedereen wat kan maken van het leven. Bestaanszekerheid is het vangnet. Onderwijs is de springplank. De heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter, voor dat hij verder gaat, mijn collega, over het onderwijs, nog even terug over bestaanszekerheid. Want een woord wat ik ook nog niet heb horen vallen, ook niet bij u, is het Koningshuis. En toen hij over bestaanszekerheid begon, dacht ik bij mezelf, wat ik gisteren ook zag in de stukken van het kabinet, is dat de koning er vorig jaar 55.000 euro, en dan heb ik het over de A-component, echt zijn salaris, niet het geld voor alle lakeien en ander personeel, maar gewoon zijn salaris, dat hij er 55.000 euro heeft bijgekregen en nu ongeveer 1,1 miljoen euro verdient. In een tijd dat, we hebben het hier allemaal over, het woord bestaanszekerheid zegt het al, onze gepensioneerden, onze mensen met een uitkering, maar ook de werkenden tot aan modaal, alleen maar kunnen dromen van een salarisverhoging van 55.000 euro per jaar. Nou, doen wij niet vaak wat samen, en dat is misschien wel goed ook, maar zouden we hier niet samen op kunnen trekken door het kabinet op te roepen om die salarisverhoging voor de koning van 55.000 euro, om die terug te draaien. Om de koning te zeggen, 1 miljoen per jaar is genoeg, daar moet je maar mee doen. Geef dat geld maar aan onze ouderen of aan wat anders, maar niet aan hem. Bent u dat, kunt u dat met mij delen? Heer Paternot. Ja, voorzitter, dat moet ik echt met mijn fractie overleggen, want we hebben ongeveer alles doorgesproken ter voorbereiding op de algemene beschouwingen, maar deze 55.000 euro hebben we daarbij net gemist. Wij vinden het op zich heel goed als het Koningshuis in tijden van krapte ook meeleeft met wat Nederlanders meemaken. Dat kan je nooit helemaal doen als je in een paleis woont natuurlijk, maar dat kun je inderdaad wel met dit soort stappen doen. Laten we ook niet doen alsof dat echt een verschil maakt voor alle Nederlanders natuurlijk, want uiteindelijk gaat het om een bedrag, want als je dat over 18 miljoen mensen uitsmeert, dat het helemaal niks meer is. Maar het lijkt mij dan goed als de heer Klaver en uw woordvoerder Koninklijke Huis, ik weet even niet wie dat, dat is Bosma natuurlijk, ja. Als die dan even daar contact over hebben, dan geef ik alleen geen enkele garantie op de uitkomst. Nee, u kan er een grap over maken, maar heel veel mensen waren daar gisteren wel door geraakt. Persoonlijk feit? Want ja? Kan ik alsjeblieft buiten deze bromance gehouden worden? Oké. Ja, bedoelt u van Sneller en Bosma? Want volgens mij herkennen wij dat beeld niet. En we hoorden Klaver inderdaad. Ja, werd genoemd. Maar voorzitter, alle gekken om een stokje. Dit is een serieus onderwerp. En heel veel mensen ergeren zich eraan. Het gaat er niet om of je dat geld nou en wie je dat geeft. Inderdaad, het gaat erom dat mensen het niet snappen. Dat in een tijd dat ze het moeilijk hebben, dat de koning met 55.000 euro extra meer dan 1 miljoen gaat verdienen. 1,1 miljoen. Terwijl er al iets van 45 tot 47 miljoen aan bezit heeft.
En terecht zijn mensen daar ontstemd over. Ik heb er in ieder geval heel veel reacties op gekregen gisteren. Dat mensen zeggen dat kan niet. De koning zou een symbool van solidariteit geven aan de Nederlanders door die 55.000 euro niet te accepteren. En als hij dat niet doet, dat wij er dan via de begroting voor zorgen om dat terug te draaien. Dat is geen grap, dat is iets serieus. Volgens mij heeft uw partij er eerder ook opmerkingen in de voorgaande jaren over gemaakt. Dus ik vraag u serieus of u dat wil steunen. De heer Paternotte. Nou, voorzitter, we willen daar heel serieus naar kijken. En de heer Klaver noemde dat een bromance, daar herken ik me totaal niet in. Maar inhoudelijk is dit een stap in uw richting. Dus er is denk ik best goede kans dat we daar inderdaad aan uit gaan komen. Ik zeg er wel bij, en dat vind ik ook goed om te erkennen richting het Koninklijk Huis, dat het feit dat Amalia gewoon heeft gezegd, ik hoef die toelagen niet, waarvan het ook bizar zou zijn als ze die zou krijgen, maar dat ze dat uit eigen beweging heeft aangegeven, dat ik dat ook te prijzen vind. Dus dat we hier ook mogen erkennen wanneer het Koningshuis dat soort stappen zet en dat soort uitingen doet. Maar ik zie dat de heer Klaver nu al uitkijkt naar de koffie met de heer Bosma. Ja. Of de heer Klaver, verder. Zei ik. Weer Klaver. Ik zei Klaver, bedoelde Weer ik sneller. Klaver. Stop. Ja. Volgens mij de heer Sneller.